Dat is onmogelijk. Ik heb 3 stapels. We willen onze eigen versie gaan maken van Wim Zonneveld dat door, maar dan onze eigen tekst. En iemand dat leest en dat doet en dat dit dan reactie geeft. Dat ik een lijstje aan het maken was. Hier stond hij net niet over en dan hier. Hey yo, what's up iedereen? Welkom bij deze Gleutneus Vloggers. Gleutneus Vloggers. Zo, hoe zit dat? Dat zit best, jongen. Heb jij toevallig Bobo zitten kriebelen in? Ah, jezus, helemaal. Zo! Zit helemaal onder de haren. Bobo, die legt het zo hoofd zo op. Bobo, de eerste dag hier als logier. Die is de hele tuin aan het scannen met de neus natuurlijk. Het sterkste zintuig van een doggy. Ja, die is helemaal aan het scannen. Die is elke hoek aan het snuffelen. Kijk dan. Wat is ze ook aan het doen? Oh, ze vindt een balletje. Hebben we een balletje gevonden, Bobo? Die is helemaal een element in die tuin. Ze gaat het water niet in. Bobo is een beetje bang voor water als ze de bodem niet kan voelen. Echt een lekker weertje, man. Ja, het is lekker. Hè? Je voelt de zon gewoon door de wolken heen. Ja, echt wel. Maar van de week is natuurlijk het ongeluk gebeurd met sleutels. En dan zijn jullie weer zo attent geweest om iets op te sturen waarvan ik niet wist dat het ook gewoon bestond. Want voor alles bestaat wat natuurlijk tegenwoordig. De sleutels bewaarde ik altijd in de magnetron om het signaal natuurlijk te verstoren van de sleutel naar de auto. Dat is helaas niet goed gegaan. Maar kijk dan wat iemand opstuurde. Een safebox. Nou, dat is handig, hè? Dus dat kan ik, ja, die zit serieus heel safe vast. Dan wil ik hem een handje helpen. Want een safebox. Je kan het niet met één hand als ik film. Het zit heel dicht. Echt een soort vacuüm. Ja, kijk. Dus nou, daar kunnen alsnog dan mijn nieuwe sleutels in. Wat goed. En hij is stylish. Kan ik gewoon op mijn aanrecht zetten of zo. Een soort leder lijkt het wel. Een soort kunstleder. Dus wat dankjewel voor degene die zo attent is om het op te sturen. Er komen soms dingen in de brievenbus. En dat is zo handig. En soms ook niet. Maar wel heel leuk. Heel attent. Dus dankjewel. Het zit gewoon. Hè? Is dat oké? Okay? Ja joh, dat is beest. Maar dat is meer denk ik, heb er echt net uitgelaten. Oh. Dus dat is meer een soort dominant plasje denk ik. Ze hebben net gepoept en geplast, dus dat lijkt me sterk. Ik heb me net helemaal onthaard. Ja, is dat zo? Voor welke, zover dat lukt. Ja, welke plekken ben je vergeten? Ongewassen anus. Oké, dat is een andere beschrijving. Maar... Dus je hebt geschoren, maar niet gewassen. Dat is een rare combo. Dat is raar, hè? Je hebt de touw zitten scheren, denk ik. Dat is gek, hè? Ja, die zit elke hoek zit ze te scannen, houden. Ja, dat is man. Toch prachtig? Schitterend beest, hè? Is wel bang voor dat gat, is ze een beetje. Dat is ook wel veel te beleven hier. Ja, ze is heel bangig voor, die, voor dat zwembad. En Brouwouw! Brouwouw! Brouwouw is er klaar voor. In 3, 2, nee, 1. Het is toch heerlijk. Ook groot beest eigenlijk. Hè? Ja, ze is best groot eigenlijk ook. Ja. Hè? Kijk dan, ze kwispelde zo hard dat ze bijna omviel. En je bent zo. Nou. Nah. Kom maar, Bobo. Ze is helemaal blij. Ik vind het altijd zo'n universeel iets, een hond. Want iedereen is eigenlijk gek op honden. Iedereen wordt er blij van. En je hoofd gaat even op nul als je dan met een hond gaat spelen. Zo. Kijk naar Roy. Die heeft helemaal lol. Dus laat ik gewoon niet loslaten. Nee, die gaat het niet loslaten, kan ik je vertellen. Ja, nu ben je de lul, Roy, want nu gaat ze de hele tijd naar jou toe komen natuurlijk. Ze heeft toch super veel grip natuurlijk. Oh ja, dat gras. Ja, een Bobo gromt en blaft heel veel, maar ze doet nooit wat. Het is meer een teken van dat ze naar de zin heeft altijd. Ja, ze vermaken je best. Wij gisteravond, ons hebben onze... We hebben hier zo gisteravond, de hele avond hebben we hier zo gehangen. En met de dames Maxime en Sophie. Je hond wordt helemaal gek, blijf maar blaffen. We zijn even lekker boodschappen doen. Ja. Helemaal top. Gaan we lekker ontbijten. Bo, zo blij, Bo. Ik hoor er nooit zo blaffen, joh. Nee. Ja, nu moet ik zeker natuurlijk. Gaan we naar Roy. Roy vindt het wel leuk. Je krijgt gewoon echt kramp in je vingers, ja. Hè? En met dit ook. Roy, heb jij geluk dat jij niet van vis houdt? Zo. Want anders was dit heel moeilijk. Zeiden er tegen mij van, ja... Jij gaat wat missen. Precies, je gaat wat missen, dit en dat. Komen ze hiermee aanzetten, nou.
Ik ben blij dat ik niks eet. Ja, ik vind het geweldig. Dus dankjewel dames voor het recht. Zeggen, waarschijnlijk voor de liefhebbers is dit gewoon fucking lekker. Ik ben gek op tonijn. Ik vreet van die bakjes gewoon leeg als ik ze nog over heb en ik heb niks in huis. Ja? Ja, van die voordeel pakken, gewoon van die blikken. Dat is echt lekker. Ja, jullie vinden dat ook sowieso lekker. Dus jullie houden ook van rauwige vis en vlees. Hey, maar zijn mijn borden op of zo dan? Ja. No way. Ja, echt wel. Je hebt echt zo'n stapel. Ik heb drie stapels. Die samenvatting. Ja. Dat is onmogelijk. Ik heb drie stapels van zulke grote borden en heb ik ook nog kleinere en zo. Nee, grapje. Oh, ik wou al zeggen, dat is onmogelijk. Nee, ik vind het gewoon gezellig om van import te heen. Echt? Roy moet er vandoor, hij heeft opnames. Want langs het tuinpad van zijn anus heeft hij een scheermesje staan. Met tarrels, je moest eens weten hoe slecht dat met hem kan gaan. Tarrels groeien uit mijn reet. En hij stinkt weer uit zijn spleet. En is niet op de goede weg. We willen onze eigen versie gaan maken van Wim Zonneveld het dorp, maar dan onze eigen tekst, weet je? Ja, dat wordt echt goud, hè? Gaat er aan de verkeerde kant in, Ja, weet ik, maar je denkt mijn jas weer niet... Doe je jas aan als je de auto ingaat? Nee, omdat er zometeen nog iemand gaat zitten daarnaast. Oh, je gaat iemand ophalen? Ja. Oh. Anders ligt mijn jas daar. Oh. Nou, laten we al. Veel plezier, maat. Thanks, ouwe. Zet hem op, we bellen nog even later. Ik spreek jou. Gezellig, want we hebben deze ochtend veel te weinig gepraat eigenlijk. Ik zit te editen, jij was met die meiden en... Ja. Kenburen. Kenburen. Ik wil even die V10 roffelen. Dat wil ik toch even meemaken. Ik zal het hek ook nog even voor je openzetten, want anders wordt het wel heel lastig. Cold start. V10, Audi R8. Wat een heerlijk geluid. Later, maatje! Later! Onze wegen scheiden allemaal, want de dames zijn er ook van tussen. Natuurlijk hebben ze even de nodige lading. Volkens drank, mieke kieben, ja. De hond is waakzaam, hoor. Wat zie je, Bobo? Ho, wat zie je allemaal? Ik vind het zo gezellig dat je er bent, Mop. Pak je kluifje. Zo speelt je? Ja, ze kent de cue. Doe het nou maar. Bobo, pak die ander maar. Ja, heel goed. Hertige wijtje. Geen kluiven. Oh, je wilde twee pakken. Die hond. Het is zo'n geweldige toevoeging aan je leven om een gezellige hond of kat te hebben. Wat is dat toch? Die connectie tussen mens en dier. Het is zo speciaal. Het is iets wat natuurlijk al zo lang ook... is ontwikkeld door de jaren heen. Om mens en dier samen een roedel te maken, weet je wel. Dat is echt duizenden jaren oud, dat concept. Dat is niet tienduizenden of honderdduizenden jaren is. Laat het op tienduizenden houden, sowieso. Dat is de meest veilige. Maakt niet uit hoe je bent, wat je bent, wat je doet, hoe je ziet. Die hond ziet jou gewoon als roedeldier. En altijd liefde. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk liefde. Zo. Begint te onweer, het weer slaat er helemaal om. Vandaag even kijken of ik naar Shahid kom vandaag. Shahid is jaren geweest, is weer een jaartje ouder. Je had eigenlijk gisteravond ook een feestje. Ik had de uitnodiging gekregen toen dit al gepland stond gisteren. Dus dat heb ik niet verzet. Ik wilde eigenlijk vandaag even langs gaan. Maar ik moet even kijken hoe het loopt met de planning. En natuurlijk altijd gekkerheid en gezellig bij Shahid. Maar even kijken hoe het allemaal loopt. Ik ben deze week natuurlijk al een paar keer ertussenuit geweest. Vette dingen gedaan met die stoomtrein en die gadgets getest. En weet ik het allemaal. Naar dat darttoernooi geweest natuurlijk. Met Bar van Barney. Maar ik kan wel gaan doen hoe ik afgelopen heb ik allemaal gedaan. Dat kunnen we natuurlijk gewoon terugzien. Paardrijden. Eerste paardrijles. Zeg je het alsnog. Ik vind het gewoon even lekker om thuis te zijn de afgelopen week. Oh, ik wil gewoon even lekker thuis zijn. Er is altijd zoveel pad. Ik ben gewoon... Mijn huis hier wordt gewoon steeds meer bedingd. Er staan zoveel leuke dingen nog op de planning. Waaronder ook heel veel reizen en zo. Alleen al met Roy ga ik al drie jaar weg. Drie keer dit jaar op vakantie. Dan heb ik nog met de vriendengroep gaan we nog op vakantie. Misschien gaan we wel weer streetgasm rijden. Ik weet nog niet hoe dat zit eigenlijk. Met de vriendengroep gaan we trouwens twee keer weg. Twee vakanties hebben we geboekt. En natuurlijk heel veel gekkigheid gewoon in ons eigen kikkerlandje. Maar het is ook helemaal niet erg om even lekker thuis te zijn. Oh, wat is dat lekker zeg. Komt ook weer een periode aan waarbij het heel flink gas geven gaat worden. Er gaat echt veel aankomen. Misschien duurt het nog even, maar er gaat een periode aankomen. Wow. We hebben gewoon de boer hier. Hey. Zo even dat tandsteen en dat tandplak wegbikken. Hoor, dan zit te knagen, hé. Bo, je had beter een knaagdier kunnen worden, wist je dat? Ik heb er nog steeds om mijn hele leven een soort rare vibe mee. Dat ik kan eeuwig kijken naar een hond die kluift. Dat heb ik denk ik wel eens in oude vlogs ook gezegd. Maar ik kan echt gewoon kijken en blijven kijken. Dat ik denk, hoe kan het, hè? Er gaat niks anders in dat kopje rond dan gewoon ik kauw op die kluif. En die focus die ze erin heeft en hoe hard dat ook is op die tanden en zo.
Ik kan er helemaal naar kijken. Hé, Bo? Zit baas hier gewoon naar jou maar te kijken? In mijn deur staat een heerlijke fles zelfgemaakte limoncello door buurman Erik. En jullie vonden dat ook altijd helemaal goud als Erik hier kwam niet een keer limoncello maken hier zo. Heeft hij ons uitgelegd hoe dat moet. En hij komt af en toe flessen brengen en zo. Maar het zijn altijd flessen van andere dranken waar hij dan de etiketten vanaf haalt. En nu zijn jullie zo attent geweest. Ik weet niet wie van jullie, dik zou dat naar jullie, dit kon je ook van de week zien in de vlog. Dan hebben jullie deze etiketten gestuurd. En nou hoorde ik net, hey Don. Ik zat een bakje koffie te drinken in de tuin, stond Erik daar. En die zei, ja, ik heb de vlog gezien. Ik zeg, ja, heb je het gezien, joh? Dus die komt het even halen. Etiketten voor op zijn eigen gemaakte limoncello. Kijk dat die zijn. Net Erik, dus die komt die zo even halen. We hebben zoek volgens mij, Bobo. Ja. Ik pak natuurlijk wel even de fles erbij. Hey? Ik zeg, ik pak natuurlijk wel even de fles erbij, want dat, die kunnen we dan bestikkeren. Het zou moeilijk met die ribbels misschien. Ja, dat is van een wijnfles. Het is van een wijnfles, ja. LP. Maar wat attent joh van zo iemand dat hij dat volgt. Ja, prachtig hè. Gaat maken. Ja, daar ligt het. Ja. Ik vind het echt ongelooflijk. Ja, mooi hè. Het lijkt echt, het is jou met het drinkbaarsje en de bril. In detail. We kunnen het wel in productie nemen. Ja, ja, je eigen webshop opzetten. Nou, het is, ik vind het echt ongelooflijk. Dat iemand dat leest en dat doet en dan dit als reactie geeft. Super toch? Ja, het is echt super inderdaad. Geniaal. Buurman Erik Limoncello. Maar het zijn er ook echt veel. Het zijn gewoon 3 rollen. Hoeveel zou er op 1 rol zitten? Geen idee. Nou, dit is hard plastic hoor. Ja? Nee, toch niet. Nee, het zijn een paar lagen. Nee, het zijn een paar lagen. Dus maar ja, dit heeft allemaal ribbels. Dat is wellicht lastig. Maar in ieder geval... Nee, mee zou ik zeggen, die dingen. Ja, nou zeker. Ja, ja. Ik zal het volgende keer gladder leggen. Ja, ja. Het is schitterend. Dat is wel super. Dat ja, joh. Dat tweet en dan en zo reageert is toch... Dat doen niet veel mensen, toch? Nee, dat zo zijn veel mensen die... En tuurlijk zal er wel natuurlijk baat bij zijn dat het logo erop staat van die drukkerij. Maar alsnog, hoef het niet te doen. Nee. Het is heel leuk. Ik vind het superleuk. Dus ik ben benieuwd hoe de volgende fles eruit ziet dan natuurlijk. Je hebt maar weinig ervan gedronken. Je hebt de hele weekend visite gehad. Ja, klopt. Ja, het zijn 2 shotjes maar uit. En mijn ouders hebben die opgehad. Dus die vonden hem goed. Dus, ja. En de hond is ook weer helemaal blij. Waar is nog eens? Die loopt daar, die is heel voorzichtig. Bobo is natuurlijk een drugsboom. Die blauwe slang aan de buitenkant, Dat is voor een buitendouche nog. Maar die moet nog omgelegd worden. Nee. Dat is een waterleiding. Die moet nog onder de schutting door ofzo. Ja, ik weet ook niet wat precies de bedoeling is, maar... Het is allemaal puntjes op de i natuurlijk nog. Het zit even te ruiken waar Bobo gelegen heeft. Ja, nou, hij speelt graag hoor. Ja, dat geloof ik. Hij is nu nieuwsgierig. Ja, die is heel nieuwsgierig, ja. Hey, Bobo, ben je helemaal blij? Maar ja, het wordt wel weer meer het seizoen om natuurlijk limoncello te maken. Ik maak wel. Dus, nou, je kan nou ook, vroeger toen ik draak het al 20 jaar, maar toen kon je hier geen alcohol tussen. Ik had het nog nooit gezien en nu kun je het gewoon bij de, ik heb zo'n Italiaanse supermarkt, ik kun je het kopen bij de macro schijnt te kunnen kopen. Hoeveel procent is dat dan, puur alcohol? 96. Ja, dat gaat bij ons gaat natuurlijk gaat sowieso tot 2 uur. Ja. Dus dan, maar dan heb je ongeveer, ja, het zit bij jou altijd wel net onder de 50% die... Zo'n 45, 50%. Laten we zo zeggen, als je een hele fles opdrinkt, dan zeggen ze hooi tegen je op TC. Dan voel je je niet lekker. Nee, ja. Vraag maar aan Mees. Ja, die heeft er al ervaring mee. En jij mag geen limoncello, denk ik, hè? Nee, ik krijg geen limoncello. Nee, ik krijg geen limoncello. Ben je bang om naar Bobo te gaan? Spelen. Nou, Bobo ligt alweer te kluiven. Ja. Ja, blijf lekker bij het baasje. Kijk eens, trouwe viervoeter, hè? Hij is niet zo'n held, maar hij wil altijd wel spelen. Ja, dat de honden zijn altijd. Hoe oud is hij eigenlijk? 5 augustus wordt hij 6. 6? Nou, hij ziet er nog goed uit. Dat is het baasje. Ja, dat is het baasje. Ook 6 jaar oud. Dat zeg je altijd. Dit voelt goed. Vanochtend een vlog geedit van maar liefst 34 minuten. Die staat nu lekker live. En zojuist een vlog geedit van 32 minuten. Die was met de zoomloop. Trouwens, vier voeten loopt de hele dag achter me aan. Trouwens, Erik is er weer vandoor. Was even helemaal goud. Maar stoomlocomotief. Gouden content. Deze vlog was hilarisch. Vooral gewoon heel veel lachen hier brullen met Maxime, Sophie en Roy dan. En nou. Dit is de enige vlog die ik nu moet editen. Nu zou ik kunnen editen, boven als deze. Maar Donnie gaat benen trainen. Want we mogen niet verzaken, hè. Ik ga een klein beetje rekken en strekken in het gras.
wou ik het rustig op. En dan ga ik lekker legpressen. Hex squat. En ligt eraan of ik kilo ook ga pakken. En anders dan pak ik nog even hier zo. Dan pleur ik die dingen erin. Ga ik nog even squatten. Maar sowieso pak ik ook nog even hamstring mee. Weet je wel. Kuitjes op het blokje daar. Dat komt allemaal helemaal goed. Ik weet niet precies wanneer. Maar ik had een tijdje geleden in de vlog gezegd. Dat ik een lijstje aan het maken was. Met een lijstje voor mijn doelen de aankomende tijd. En dingen die ik nog wil doen. En dat kunnen simpele dingen zijn zoals... Als mijn tuin af is, wil ik bijvoorbeeld nog een ergo hier in de gym. Want het wordt hier echt veel tijd. Nu als het gewoon nu 15 graden is en die zon staat er de hele dag op. Dan is het echt al warm. Maar ook doelen achter de schermen. Persoonlijke doelen. Zakelijke doelen. Ik vind het een beetje lastig om te omschrijven. Maar ik denk dat ik het lijstje bijna af heb. Echt wel een paar weken mee bezig. Misschien al langer. Dat er gewoon ook geleidelijk dingen op je pad komen. Of ineens weer je opkomen. Oh ja, dat moet er ook nog bij. Af en toe moet je jezelf de tijd geven om goed na te denken wat je nou wil. Waar je voor staat. Waar je heen wil en zo. En natuurlijk ook gewoon met het vloggen en alles. Af en toe even jezelf opnieuw prikkelen gewoon. Weet je. Dus daar ben ik nu mee bezig. Dat betekent alleen maar veel goeds. Het heeft niet echt zin om het lijstje te laten zien, denk ik. Maar het is wel belangrijk om te weten dat die af is. Want dat gaat betekenen voor verandering. Goede veranderingen dan. Maar zoals ik al zei, dat kan nog even duren. Maar we gaan het gewoon zien. We maken het ook niet veel bijzonderder dan dat het is of zo. Het zijn gewoon goede dingen voor zelfontwikkeling en alles daaromheen. Nou, ik heb een lekkage die gefixt moet worden, jongen. Hij druppelt. En dan bedoel ik de kraan. Kijk, het lekt dus hier zo. Bloep, ga je hem zien? Bloep. Hier stroomt hij net niet over. En dan hier... Het is al de zoveelste keer dat hij lekt. Er is ergens iets niet goed met die kraan, maar... Kijk nou, dit is natuurlijk een taaie bedoeling. Gaat helemaal uitzetten van het vocht. Zo, die bak moet iets meer hierin. Zo. Dit is even niks natuurlijk. Maar dat wordt vanzelf alweer gefixt. Ze weten ervan dus. Klinkt heel stom misschien. Hè? Misschien gaan jullie het niet begrijpen. Maar in mijn hoofd heb ik ook echt van... De tuin moet gewoon af. En dat bedoel ik dan überhaupt van hij moet gewoon af. Maar het is een hele raar... In mijn hoofd, ik wil niet zeggen het is een blokkade... Maar het moet gewoon even af zijn. Ik wil gewoon even alles ready hebben, weet je wel. Bijvoorbeeld dit stukje wat nu open is, kijk. Dit stuk. Dit wilde ik eigenlijk open laten, zodat ik nog ergens een beetje weg kon kijken. Zodat ik me niet per se een kluizenaar voel. Maar nu, het is gewoon gebleken dat het gewoon niet kan. Kijk, ik bedoel, ik ben zelf in het centrum gaan wonen. Ik zie mezelf liever niet achterin in een weiland zitten met helemaal niks en niemand om me heen. Helemaal geen leven. Dus ik ben echt hier gaan wonen, lekker dicht bij mijn ouders, opa en oma, familie, vrienden. Nou ja, qua privacy zit ik helemaal geweldig hier, moet ik zeggen, terwijl je in het centrum zit. Behalve die openingen, want mensen gaan echt bewust daar staan, helemaal nu het mijn vakantie is en zo. Mensen gaan echt bewust proberen om alsnog dingen te zien en roepen en weet je, dus dat moet ook gewoon dicht. Dus dat, ik ga vragen of dat weer omgebouwd kan worden. We hadden er al een ander plannetje om, maar ik denk gewoon dat ik dat stukje daar gewoon opnieuw laat doen en dat gewoon echt helemaal dicht moet. Ik wilde eigenlijk niet echt per se een kluizenaar hebben, maar ik merk aan mezelf dat ik iets meer gevoel heb daarin. En denk je, Don, is het echt zo erg? Sommige dagen wel. En sommige periodes niet, is het heel rustig, maar af en toe kan het ineens heel erg zijn. Bijvoorbeeld met vakanties of soms ook gewoon random. Je weet het niet, je kan het nooit echt voorspellen en dan is het ineens weer heel rustig, maar het is gewoon niet heel relaxed. Dus daar ga ik wel werk van maken, want ik wil gewoon echt die privacy gewoon heel graag hebben. Je voelt je altijd zo bekeken, je hebt een soort paranoïde van, dan zit je hier bijvoorbeeld en dan hoor je iets en dan denk je, staat weer iemand? En denk je, nee, dit keer zal het toch niet? Ja hoor, dan is het weer zover. En dan soms niet, omdat er iemand voorbij fietst of zo, weet ik veel. Dus dat idee van de hele tijd over je schouder moeten kijken voor het gevoel, zo voelt het een beetje. Maar ik zal dat ook niet heftiger maken, want het is alleen, het is gewoon vervelend. Heel simpel op te lossen, je bouwt het vol en problemen opgelost natuurlijk. Die struiken beginnen nu ook lekker te groeien en daar kan je al sowieso helemaal niet meer doorheen kijken. Dus echt alleen dat stukje ook. Dus weet je, niet groter maken dan het is. Niet van de mug een olifant maken. Ik lul ook weer veel te veel. Ik ga lekker trainen. Zo, ik heb even ineens een idee. Let op. Om die lek te stoppen, toch? Kijk, het druppelt. Het gaat nu druppelen. In dit bakje, kijk, daar komt hij. Kijk. En dan druppelt het er zo in. Met al die druppels hebben dit gecreëerd, maar nu druppelt het gewoon daarin. Oké, dames en heren, dat is dan. Vandaag was even een lekker thuisdagje. Helemaal goud. Morgen ga ik iemand zien die ik maanden niet gezien heb. Samen met Roy en met Okke weer op pad. Dus wees er morgen bij. Om 5 uur gaan we weer op pad. Op avontuur. Zie ik jullie morgen 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dan tot de volgende video. Laat toppers. Komt u binnen.